Arosha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland is Arosha actief sinds 2003. 14 lokale groepen zetten zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud. Arnold Lasche neemt u mee op bezoek bij deze lokale groepen. Waar staat Arosha voor, wat jou betreft? Ja, dat is een wereldwijd netwerk van christenen die zich inzetten voor natuurbehoud. Hè? Ja. Die een hart hebben voor de schepping. Ja. En daar graag hand en voet aan willen geven. En ik vind dat wel een mooie beweging. Arosha is voor mij een stimulans om dit te doen. Om actief te zijn in de natuur. Maar ook om actief mee te denken over hoe ga je met de natuur om. En wat wil je wel en wat niet, wil je niet. En het is voor mij ook een stukje motivatie om mensen erop aan te spreken als zij rotzooi maken in de natuur of er slecht mee omgaan. Om daar gewoon ook wat van te zeggen op een vriendelijke manier. Dat durft hij nog wel? Jawel, dat durf ik wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, werken in de natuur met in ieder geval met veel mensen in onze kerk. Je hebt een aantal mensen die hebben echt iets met natuur, die zijn er altijd. Ja. En een beetje een schilder omheen van mensen die het af en toe eens meegaan. Die vinden het gewoon leuk om lekker buiten bezig te zijn. Ja. En de natuur, dat geloven ze wel. Ja. En je ziet ook, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk van Arosha, dat mensen die het een beetje moeilijk hebben, die wat lastig zitten, hè, die ze op psychische mentaal problemen of, hebben. Ja, mentaal of ze zijn burn-out. Dan is dit een verrukkelijke manier om even helemaal hun hoofd leeg te maken en te ontspannen. Ja. Dus als ik die verschillende mensen zou vragen waarom ben je hierbij, dan krijg ik dit soort... Dan krijg je denk ik hele diverse verhalen. Ja, ja. 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 Maar is er voor jou ook nog een innerlijke, je bent christen, een innerlijke drive om bezig te zijn in de schepping? Of is dat te hoogdravend geformuleerd? Nou, kijk, ik vind het relatief wat wij bijdragen aan natuurbeheer. Hè. Dus er was een keer een nieuwsbrief van Arosha. Er stond dat Arosha Deventer ervoor had gezorgd dat de zilveren maan weer rondvloog in de slenk. Ja. Die hebben daar inderdaad ontdekt. Ja. Maar of dat nou onze verdienste is, dat gaat mij te ver. Hè. Want er zijn heel veel anderen die daar ook aan bijgedragen hebben. Maar je draagt iets bij aan natuurbehoud, dat is mooi. En je doet het met elkaar. Ja. En je hebt gewoon een gezellige ochtend met z'n allen. Ja. En dat is heel leuk. En ja, dat is gewoon ook goed voor mensen. Dat is goed voor de onderlinge band. En je hebt gesprekken. En ja, het heeft iets sociaals. En je doet iets voor de schepping. Je bent lekker buiten. Al die dingen samen. Ja, dat past heel goed bij mijn christelijke levensovertuiging. Ja. Nou, voor mij is het vooral gewoon lekker buiten werken. Ja. Ja, dat vind ik belangrijk. Ik loop veel buiten, loop veel in het bos. Ik heb daar heel veel lol in. Ontmoet heel veel mensen. Je kunt genieten van de natuur, kunt veel waarnemen. Als daar reeën lopen is dat prachtig als je dat ziet lopen. Ja. Dus het is naast leuk werk ook echt genieten. Ja. Gewoon mooi. Ja.